Like deze video voor extra geluk. En negeer voor dit. Ik zou liken. Let's do this. Als er iets is dat ik amazing vind, dan is het chocola. En ik zie hier een winkeltje voor mij. Een chocolade fondue. En dit is echt heel leuk. Het is eigenlijk gewoon een continu lopende chocoladefontein. En dan kun je marshmallows, nootjes, soraya's. You can put everything in there. I want to dip. Weet je wat jij wil doen? Ja, je wil gewoon even zo en dan wil je... oh. We gaan eens even kijken of er some chocolatey goodness te vinden is in Belgium. Yes. Oké, we hebben een aantal chocolaatjes gehaald die we er het meest opmerkelijk vonden uitzien. En dit is het zakje. We gaan ze gewoon even allemaal proeven. Het is leuk, want het zijn zeg maar niet alleen chocolaatjes, maar het is bijvoorbeeld iets wat omhulst is met... Sowieso met chocolade. En we gaan het testen. Ik ben benieuwd. Oké, dus dit is de allereerste. Het is denk ik een aardbeidje omhulst met witte chocolade en een soort van ruby suikerkristallen. En ik denk dat dit hier... ja, dat gaat eruit. Oké, let's taste. Oh, het is geen aardbei. Het is geen aard. Oh. Maar wat is het dan? Wauw. Zeg maar. Oh. Dit is hoe de binnenkant eruit ziet. En het is een soort van cream. Oké, Soraya, het is aan jou de eer. 3, 2, 1. In één keer. Kom op nou. Want dit ga je echt heel lekker vinden. Het is echt sugary goodness is gewoon het motto van vandaag. Het is heel zacht. Het is zo soft, sweet, everything. We gaan door naar de volgende. Dit is echt, we hebben echt een mooi zakje en er zitten hele leuke dingen bij. Dit is letterlijk een stukje sinaasappel met de schil er nog aan, afgetopt met chocolade. Hoe gaat dat smaken? Dit zijn hele aparte chocolaatjes. En juist daarom wil ik ze zo graag uittesten. Het zijn nieuwe ervaringen en echt de schil. Ik bedoel, hoe gaat dat smaken? Denk jij dat het lekker gaat zijn met de schil? Ik denk het wel. Want als je naar de schil kijkt, er is mee gebeurd. Alsof je het nu wel kunt eten. Ja, klopt. Oké. Wat? Wat? Letterlijk, terwijl ik het nog in mijn mond heb, de schil is echt een beetje gekarameliseerd. Dus op een of andere manier smaakt het echt super lekker. Ja, neem het, neem het. Ik ben het ondertussen nog... ja, het is heel erg apart. Wel. Hier, een beetje schil van de sinaasappel. Wat heel vreemd. Je kunt het en het is lekker. Wat doe je dan maar? En het kan nog vele malen interessanter. Dit is namelijk een citroenschijfje met schil, met chocolade. En we hebben dus net geproefd dat schil lekker kan zijn. Maar is dat ook zo met citroen? Nou weet je, Soraya, aan jou de eer. Want ik ben net degene geweest die eerder was. 2, 1. Oh. Oh. Met de schil. Hoe smaakt dat? Ja, apart. Het proeft niet naar citroen. Nee. De citroen heeft geen smaak meer. Met schil. Hier, dit is gewoon letterlijk... ik vraag me dan echt af wat ze daarmee doen. Laatste stukje dan maar. Oké, dit is letterlijk een soort van mini chocolade cupcake met allemaal kleine diamantjes. Dus ik ben benieuwd hoe chocolade diamantjes smaken. Ik ben trouwens benieuwd, zou er iets in zitten? Iets ik denk van een chocolade mousse. Dat zoiets denk ik ook. 3, 2, 1. Oeh, het is geen... is dat? Oh nee, Soraya. Wat? Oh nee, Soraya. Wat nee? Je weet wat ik niet lekker vind bij chocolade. Citroen? Nee. Limoen? Nee. Sinaasappel? Mint! Munt! Oh nee. Tandpasta! Met mijn mooie tandafdrukken erbij is dit overduidelijk een tandpasta... muntbonbon. Soraya, jij hebt jouw tanden nog niet gepoetst. Dus met andere woorden, er is maar één ding wat we daaraan kunnen doen. En dat is dit. Oké, klein hapje, klein hapje, klein hapje. 3. Nee, klein hapje, klein hapje. 3. Klein hapje, Soraya. 3, 2... Ik ben niet zoals Jot. Oeh. Maar nee, maar wacht even. Oprecht, als je een beetje door... nee, wacht even. Don't be so scared, you know. Als je een beetje door eet, dan merk je dat het op zich wel meevalt. Maar als jij, zeg maar... tandpasta. Ja, het heeft wel echt die tandpasta. Maar wat jammer. Want zeg maar, die chocola is heerlijk. En die sprinkles van diamant zijn ook nice, maar... de toothpaste is not that good. Schone monden voor de win. Hey. Yay. En voor iedereen die heeft geliked, this is for you. Oké, luister, je ziet dat het zeg maar bestaat uit twee delen. Dus dat zou nog wel eens kunnen betekenen dat er iets... in zit. Oké, en er is maar één iemand die daarachter komt. Eigenlijk moet je gewoon het hart breken. Oh. Ja, nee, jawel. Je moet hem gewoon hier door de helft bijten. Doe het. Oh. Wat is er? Oh, wat zit erin? Is dat cookie dough? Het ziet eruit als cookie dough. Is dat lekker? Lekker. Oké, daar gaan we. Ik ben ook heel benieuwd. Het is een chocolaatje van een hartje. Laten we zeggen een hartje van chocolade anders. Want een chocolaatje van hartje is een beetje creepy. Job gaat heel blij zijn. Oh, chocolade. Place, paradise, everything. Laatste hapje. Laatste keer weer voor mij.
Hier achter mij staat zo'n typische Amerikaanse ijskowagen. Je kent dat wel in films, dat dan zo'n ijskowagen door de buurt rijdt. Bellen gaan af, kinderen rennen naar buiten. Kijk hoe super gaaf dit eruit ziet. Het is letterlijk een typische ijskowagen. Ik heb een beetje een opmerkelijke vraag, maar ik ben een beetje lastig met kiezen. En ik zou graag willen dat u mijn broodje bedenkt. U mag kiezen, kip of vlees? Maar u mag kiezen. U mag kiezen, kip of vlees, één van de twee. Oké, okay, kip. Ja, je gaat er een goede kip van maken. Mag helemaal losgaan. Kaas. Ik ben hem alsnog aan het samenstellen. Kiezen. Ik lust alles. Ik lust alles. Ik ben niet allergisch, ik lust alles. Zolang het eetbaar is, ben ik tevreden. En dat gaat het vast zijn. Volgens mij weer te veel dingen die niet eetbaar zijn. Dat is verontrustig om te horen, ja. Maar we gaan all in. Natuurlijk, kijk, hij gaat de focus op ons broodje leggen. Dus wat doen we? We laten Subway ons eigen Subway broodje bepalen. Ik zei kaas. We hebben wel. Ik denk dat er heel veel ingrediënten op gaan komen. Want ik heb gezegd, ik lust alles. No limits, all in. Dus dat is veel. Ik zie wel veel lekkere dingen liggen. Kijk, dat wordt hem. Dat wordt hem daar. Ligt al een beetje kaas op. Hè? Kijk, kaas en kip. Kaas zit er al op. Kaas en kip, daar kunnen we mee leven. Ik ben echt benieuwd. Dit is gewoon de keuze van jouw broodje aan de handen. Kijk, die ziet er al best wel lekker uit. Ik heb één keer koekjes op mijn Subway broodje laten zetten. Ja, gewoon koekjes. Kijk, hij gaat voor de kaas op kaas. Dat is een kenner. Dat is een kenner. Alles wat jij denkt dat lekker is, mag erop. Wat eten wij niet? Wij jagen. Tuurlijk, maak maar zo pikant als het kan. Ja. Echt zo heet als het kan. Ik daag je uit. Hoe heter, hoe beter, zeggen ze. Heet. Net niet verbrand. Doe maar gewoon gemiddeld. Minuutje is goed. Doe maar half minuutje. Gaat goed. Ja, klopt. Ja. Soraya. Kijk, nu wordt ons broodje lekker. Ja, heel lekker. Het is van een kenner, dus dat kan niet fout gaan. Alles. Jij mag kiezen, dat is de uitdaging. Mag. Ik ben benieuwd wat er gaat gebeuren. Kijk, dit is allemaal lekker gewoon. Dit zijn goede ingrediënten. Oeh, wacht even. We gaan voor de... Kijk, hij gaat voor de juiste. Oeh, wacht even. Er wordt iets gewipt hier. Kijk, het wordt een kunstwerk, hè. Het mas gaat ons bellen zometeen. Ja. Die gaat zeggen, mogen we het broodje? We willen het in de frietrine. Oeh, olijven? Kijk, Soraya. Kijk. Heet. Vlammend. Hebben jullie brandblussen? Ja, hè? Voor als het te gek wordt. Buiten, kan ook. Tuurlijk. Kijk, hij gaat nog een keer de oven in voor de extra taste. Hebben ze pit gemaakt met augurken. Ja, I like it. Maar koude groenten daar ook lekker staan. Kijk, dit is smaak op smaak, hè? Smaak op smaak. Hij vindt smaak opnieuw uit gewoon. En waarom heet? Ik wil hem echt heet. Oeh, ik weet niet wat er nu op gedaan wordt, maar... Oh, ik ben nu al excited voor de eerste hap, hè. Bro, ik kan niet wachten. Kijk, ook. Peper en zout opmaken. Doe ook maar peper en zout, sowieso, ja. Dat topt het dan toch nog een beetje normaal af, hè? Naast alles wat er al op zit. Dat maakt het nog een beetje... Ik heb nog nooit zoveel kruiden op één broodje gezien, hè. Saus, precies. Heet. Oeh. Ja. Sweet chili. Kijk. Dat is mijn favoriete saus. Hij heeft zwemles, hè, nu. Oh, hij gaat hem inpakken, denk ik, hè. Oké. Dankjewel. Dus dit is hem. Oké. Ja. Hey, fijne dag, hè. Werk ze. Tot de volgende keer. Als het lekker is. Ik weet het niet, hoor, wat wij zojuist hebben gedaan. Hij was wel fanatiek, hè. Echt, u mag alles. Ja, en toen begon wildernis aan te gaan. Want saus ging op saus, kruiden ging op kruiden. Oké, wacht even. Laten we even eerst kijken wat we hebben. Oeh, geen ramen kapot maken. Dat doen we wel als het broodje niet lekker is. Oké, there we go. We gaan hem ontkoppelen, Soraya. Oeh, kijk die saus. Oké, dus wat hebben we zojuist gedaan? We hebben letterlijk een werknemer van Subway ons Subway broodje laten bepalen. Bro, this is amazing. Hij is heavy, hè. Zeg maar, met boksen heb je lichtgewicht en zwaargewicht, toch? Lichtgewicht gaat tegen lichtgewicht. Bro, ik ben geen zwaargewicht, maar ik ga het wel opnemen tegen zwaargewicht. Let's whip it open. Oh, hij heeft één spicy gemaakt. Ik zie letterlijk zoveel ingrediënten die gewoon echt de definitie van spice gaan zijn. Oké. Ik zie jalapeno's, ik zie pepperoni, ik zie handeloos, ik zie chili, ik zie augurk, ik zie olijf. Pittig, hij vroeg nog voor je drinken. Oké, 3, 2. Maar je kunt wel nog naar binnen lopen als moet. Ja, hij zei kraap. Oké, 3, 2, 1. Is die lekker? Deze gaat op. Deze gaat op. Vaker doen. Als je niet weet wat je moet doen, ga naar de balie. Gewoon zeggen. Jij mag bepalen. Ik wil zo met dingen. Kijk, bij McDonald's krijg ik gewoon normale bestelling. Maar hier, oeh. Het kikt in. Hier heeft echt iemand mijn broodje gemaakt.
Hij is wel een beetje wild met zijn saus gegaan. Lekker, maar saucy. Echt saucy. Maar ik weet ook niet welke saus ik proef, want welke heeft hij gedaan? Dit is echt lekker. Maar het is echt een kunstwerk, hè. Chicken has landed. Ik had die kip nog niet. Ja, deze gaat op. Maar dit was een succes.